Het was ruim 150 jaar geleden. De astronoom Richard Carrington was op dat moment getuige van iets heel erg bijzonders. Hij keek door zijn telescoop naar de zon en zag daar op dat moment een grote zonnevlam. En deze zogenaamde superzonnestorm zorgde er dagen later voor dat er noorderlicht te zien was tot aan de Evenaar. Maar tegelijkertijd zorgde deze zonnestorm ook voor kapotte telegraafverbindingen en telegrafisten kregen letterlijk een schok. Deze zonnestorm werd uiteindelijk het Carrington-event genoemd en is nog steeds de zwaarste zonnestorm ooit gemeten op aarde. In 1989 vond er nog wel een andere zware zonnestorm plaats in Canada, wat daar toen zorgde voor grootschalige stroomuitval. Maar wat zou er gebeuren als er vandaag nog een zonnestorm van Carrington-eventniveau zou plaatsvinden? Zouden we er klaar voor zijn? Daarvoor moeten we eerst even kijken naar wat een zonnestorm nou precies inhoudt. Nou, de zon die bestaat onder andere uit zeer heet plasma wat continu in beweging is door het magnetische veld van de zon. En vaak houdt dat plasma zich relatief rustig, maar soms dan kan dat continu bewegende plasma het magnetische veld van de zon verstoren. Daardoor kunnen zich magnetische bellen vormen die enorme hoeveelheden energie opbouwen. En als deze hoeveelheid energie te groot wordt, dan kunnen deze bellen knappen, waardoor grote hoeveelheden zeer heet magnetisch geladen plasma de ruimte in kunnen schieten. Deze zogenaamde zonnevlammen of solar flares kunnen worden ingedeeld in drie categorieën, van zwak naar sterk, C, M en X. En net zoals op de Richterschaal is iedere letter 10 keer sterker dan de voorgaande letter. Zo is een zonnevlam van categorie X dus 100 keer sterker dan een categorie C. De meeste zonnevlammen veroorzaken geen problemen op aarde, omdat simpelweg het grootste deel van die zonnevlammen de aarde mist. En daarnaast zijn de meeste ook nog eens van een zwakke categorie. Maar soms zijn die zonnevlammen zo sterk dat er een zogenaamde superzonnestorm kan ontstaan. Als gevolg van een coronal mass ejection op de zon. Ja, en dat kan allemaal wat ingewikkeld klinken, maar eigenlijk is het gewoon een wolk van miljarden ton magnetisch geladen deeltjes die binnen een dag richting de aarde raast. Maar wat voor gevolgen zou zo'n superzonnestorm voor ons op aarde hebben? Eeuwen geleden, zoals tijdens het Carrington-event in 1859, was dat eigenlijk nog geen probleem. De enige technologie die we toen op aarde hadden, waren dus die telegrafen. En zo'n superzonnestorm die heeft nauwelijks effect op levende organismen, maar wel op alles wat bestaat uit metaal en draden. En dat is nu juist het probleem van een toekomstige superzonnestorm, aangezien we tegenwoordig sterk verbonden zijn aan allerlei technologie. Denk bijvoorbeeld aan je laptop, je mobiele telefoon, je computer, maar bijvoorbeeld ook je koelkast, vriezer of je elektrische auto. En zelfs het doorspoelen van je toilet zou een probleem kunnen worden, aangezien de stedelijke watervoorziening grotendeels afhankelijk is van allerlei elektrische pompen. Tot nu toe hebben we eigenlijk geluk gehad dat we nog niet zijn geraakt door een superzonnestorm. In 2012 werden we namelijk net gemist. Maar wat nou als een zonnestorm van deze sterkte ons wel had geraakt? We starten bij de initiële zonnevlam vanaf de zon. Na deze explosie zal röntgen- en UV-straling als eerste de aarde met lichtsnelheid bereiken. Dat kan dan al meerdere radiostoringen en GPS-fouten veroorzaken. Minuten tot uren later komt het tweede deel van de zonnestorm aan. De deeltjes die door de ontploffing worden versneld, bewegen iets langzamer dan het licht zelf en kunnen satellieten en hun elektronica beschadigen. Dit alles gebeurt dus nog wel buiten de atmosfeer, waardoor het voor alle technologie hier aan het aardoppervlak nog geen directe schade oplevert. Binnen een dag, of soms iets langer, komt het laatste en meest intensieve deel van de zonnevlam richting aarde. Miljarden ton gemagnetiseerd plasma. En experts die zeggen dat een voltreffer van deze superzonnestorm, net zoals degene die in juli 2012 de aarde net heeft gemist, wereldwijde stroomstoringen kan veroorzaken. En dus ik hoop dat jullie mij dus nog aan, want ik zie dat steeds dingen beginnen uit te vallen. Nou, zoals je ziet hebben we nog steeds geen stroom in het pand. Ik hoor wel dat ze achter de schermen druk bezig... Oh, nou, ik zie dat de noodaggregaten hun werk al hebben gedaan.
Zoals je ziet kan zo'n super zonnestorm dus flinke impact hebben. Maar is er dan helemaal geen goed nieuws? Gelukkig wel. Hoewel we een super zonnestorm niet kunnen voorkomen, kunnen we ons er wel op voorbereiden. Dankzij technologische ontwikkelingen op het gebied van ruimteweer kunnen we een superzonnestorm al een paar dagen van tevoren zien aankomen. De zon die wordt 24/7 gemonitord en inmiddels zijn er zelfs al verwachtingen te maken van toekomstige zonnevlammen. Op het moment dat er dus een superzonnestorm in de verwachting staat, kunnen technici transformatoren waarop al onze technologie draait, kortstondig uitschakelen. En op het moment dat de zonnestorm dan weer voorbij is, kunnen, simpel gezegd, de stekkers weer in het stopcontact. Hoewel we dus goed voorbereid zijn op een toekomstige superzonnestorm, blijft het wel een reële dreiging. Onderzoekers die schatten de kans op het voordoen van zo'n superzonnestorm op 50% in de komende 50 jaar. Maar mocht de stroom dan toch nog een keer uitvallen in de toekomst, dan kunnen we in ieder geval genieten van prachtig noorderlicht.